Maar zo ook niet te goed, zo gewoon in de hele tijd zo stoot. Ja, ja. Oh, oké. Test. Test, 1, 2, 3. Test, test. Ja? Dag Jari. Hallo. Alles oké? Tuurlijk. Blij dat je eindelijk eens voor de camera staat. Ja, ja, ja. Nog nooit eerder vertoonde beelden? Nee. Oké, dan gaan we eraan beginnen. Yes. Ik ben Jari, ik ben 25 jaar, ik woon in Willebroek. Ik werk al 5 jaar bij Basis Nature. Ik game. Ik speel wel wat spelletjes na mijn uren, op de computer dan. Voor de rest doe ik eigenlijk niet zoveel. Niks speciaal eigenlijk. Ik ben installateur, car wrapper. Ik doe de color changes en ik doe de lakbescherming. Zowel kit als bulk, als we dat dan al doen. Ik werk al 5 jaar bij Basis Nature, zoals ik er juist zei. Ik heb 5 jaar ook altijd zelfs gedaan. Ook altijd installateur geweest. Voor de rest heb ik nog niks anders moeten doen. De opleiding heb ik hier in huis gekregen. Voor de color change, dat heeft Thierry en een vorige venoot mij aangeleerd. De paint protection opleiding heb ik bij Xpel zelf gevolgd. Dat was een 4-daagse opleiding in Tilburg. En daarna vooral geleerd tijdens het doen. Dat is ook de beste manier om het te leren als je het gewoon doet. Van naar theorie te kijken, dat natuurlijk ook niet leren. Maar dat doe ik dus al 3 jaar, denk ik, Xpel, of 2 jaar. En de color change doe ik 4 à 5 jaar. Het speciale wagenpark toch wel. Ik denk toch wel dat wij de hogere, de duurdere versies van de wagens meestal binnenkrijgen. Ik denk dat je ook wel achter mij kunt zien dat er toch wel wat auto's staan. Ik denk niet dat je kunt het zien. Een Taycan zit in de verte. Oké, hier ergens een Taycan. De totale makeovers van de wagens vind ik ook altijd heel plezant. Je kan soms een auto binnenkomen met kleine lakschades, krassen, dat de auto er eigenlijk niet meer zo goed uitziet. Maar een dag dat hij dan buiten rijdt, ziet het eruit als een nieuwe auto. Is natuurlijk altijd plezant. Als er een nieuw model is, vind ik het ook altijd plezant om te zien hoe, dat hoe dat we het gaan aanpakken, hoe dat we eraan gaan beginnen. En hoe dat we het beste eindresultaat krijgen, ik denk. En de uitdagingen, ja. En wat vind je het minst leuke? Het minst leuke. Er zijn eigenlijk niet zoveel minder leuke dingen aan de job. Natuurlijk, als een klant niet zo content is, is dat niet zo plezant. Nog maar 1 keer gehad dat we een auto volledig hebben moeten ontstikken omdat de klant het toch niet zo mooi vond. Ik hoop ook dat we dat zo houden. Ik zeg het, voor de rest is er eigenlijk niet zoveel niet leuk aan de job. Ik denk vooral een bewogen jaar, met toch wel de paar quarantaines dat we hebben meegemaakt op het werk dan. Maar ik denk dat we er meestal wel redelijk goed zijn uitgekomen, dat dat niet echt een overdreven grote impact heeft gehad. Ik ben ook alleen gaan wonen sinds dit jaar, in het begin van het jaar. Ook heel plezant. We hebben ook een hond gekocht, ik en mijn vriendin, een Australische herder. Ongelooflijk plezant, ongelooflijk veel liefde. Voor de rest eigenlijk niet een overdreven speciaal jaar. Juist de corona en een paar kleine veranderingen in mijn leven. Voor de rest, ik denk de verhuis. We hebben toch wel een serieuze upgrade gedaan. Van Mortsel naar hier te komen. Verwarming is een pak beter. Eigenlijk alles aan een atelier hier is beter dan in Mortsel. De verhuis zelf, de activiteit dan, die was ook wel plezant omdat iedereen dan samenwerkt aan een opruimen en een afbreken en een opbouw. Dat was toch wel 2 dagen dat dat heeft geduurd, denk ik, maar
door de goede hulp van vriendinnen en vrienden is dat toch wel goed gekomen op 2 dagen. En dat waren wel 2 plezante dagen omdat wij ja, allemaal samen kunnen werken. En... ik denk toch wel die auto dat ik er juist ook al vernoemd heb. Dat was een auto waar wij ongelooflijk veel moeite hebben ingestoken. Heel veel uren. Dagen van mijn leven dat ik ben kwijtgespeeld voor de auto volledig af te werken en zo goed mogelijk af te werken. Maar die is dan volledig moeten ontstickerd worden. Heel spijtig, want ik was heel trots op dat werk. Ja, bloed, zweet en tranen heeft het gekost om de auto volledig in orde te krijgen, maar het mocht niet zijn. Dus ja, dat is mijn minst favoriete moment van 2021. Niet echt eigenlijk, niks speciaal. Buiten misschien de beste mensen voor iedereen. En be safe. En gaan we nu meer zien op de video? Heel misschien. Ik ga niks beloven, maar heel misschien. Daarna de YouTube volgen, YouTube en Instagram volgen. Dan kunnen we misschien zien dat ik er nog eens op kom. Goed. Dag, hey.